Een hele goede morgen. Jordi was er weer vroeg wakker. Moet papa jou pesten? Krijg je ervan als je ons pest? Moet papa terug pesten? Niet meer doet papa. Lekker papa. Ja. Nou, wij gaan nog heel even wakker worden en dan gaan we Jordi zijn ontbijt maar geven. Jordi heeft zijn flesje bijna op. En dan gaat hij lekker naar bed. Kan hij zijn middagdutje doen. Dan ga ik vanmiddag gaan werken. Ja, ik zo dadelijk editen. We hebben een beetje een chill ochtendje gehad. Moet ook een keer kunnen. Er is hier alweer iemand wakker. Zit je nog scheten te laten? Poeh, die scheet stinkt ook nog ook, joh. Ik weet niet of jullie het konden horen. Jordi. Ben je weer blij? Oh, echt. Ruft jij, zeg. Jordi. Jordi. Kijk eens naar. Jordi is al de hele tijd chagrijnig. Daarom heb ik Daarom heb ik nog niet kunnen vloggen meer vanmiddag. Het is mama voor, mama na. En nou gaan we eten. Hopelijk eet hij wel wat. Ja, meneer de chagrijn. Ja, jij bent chagrijnig, niet ik. Oh, ga je opstaan? Oké. Oh ja, en Niels is ook weer thuis. Hoi. Dan gaan we even eten. Wat is het dan? Staat er nu te veel druk achter, jongen? Nou ja. Heb je het gedaan? Een zelfhap, hè? Kijk eens hier. Bordje niet. Bordje niet. Lepeltje pakken. Deze lepel. Doe maar pakken. Ik heb een berichtje gestuurd. Jordi. Hi. Maar happen. Goed gedaan. Jee, goed gedaan. Maak je ons weer trots. Ja, dat is een fijne lepel. Lekker zelf eten, hè. Goed gedaan. Papa, kun je er nog een beetje op doen voor? Ja, nu zelf happen. Kijk dan. Goed gedaan. Goed zo. Goed gedaan. Grote jongen. Ja, lekker schommelen. Van chagrijn tot vrolijkheid. Oh, pas dan. Ja, chillig. Ja.
Eerst Jordi even helpen. Ja, eerst Jordi helpen. Ja. Wauw, gezellig! Dat is heel lief van jou, Milo. Ja. Kijk dan hoe hard Jordi lacht. Jordi zit keihard te lachen. Hij is heel blij met jou. Ja! Hey. Hoi. Gezellig, hè? Ja! We gingen even met Jordi naar de speeltuin en toen gingen we even vragen of Milo meeging. Dus Milo is nu heel eventjes bij ons. Gezellig, hè? Ja, gezellig. En dan heb ik even gezellig gehad in de speeltuin. Nu zijn we lekker hier aan het spelen. Jordi krijgt dadelijk zijn flesje. En dan gaat hij naar bed. En Milo wordt dan weer een keer opgehaald door Bianca. Een hele goede morgen. Heb je lipstift op? Ja! Ik ben Jordi al het fruithapje aan het geven. Ik heb vanmorgen al heel veel opgeruimd en alles. En ik ben gisteren weer de vlog weer vergeten af te sluiten. We hadden voetbal gekeken. En ik had nog wel was gedaan enzovoort. En toen ben ik op een gegeven moment in bed gaan liggen en ik ben in slaap gevallen. En ja, ik denk dat ik het even nodig had. Zo dadelijk na het fruithapje ga ik even met Jordi naar de apotheek. Even medicijnen halen. Zijn antibiotica die hij 's morgens altijd krijgt. Nee, hij is niet ziek. Hij krijgt elke ochtend preventieve antibiotica. Omdat in het verleden als hij verkouden werd of zo. Of ziek was, dan had hij meestal een longontsteking erbij. Plus zijn maag loopt niet snel genoeg leeg. En daar werkt deze antibiotica ook heel goed voor, dus dat die maag iets sneller werkt. Betekent niet dat hij meer eet of zo of iets, maar dan betekent dat hij minder spuugt. Zo'n ontlasting gaat nog steeds niet super, we hebben hem alleen niet meer hoeven te spoelen. Maar dat betekent niet dat hij geen buikpijn heeft of dat het nog steeds lastig is om het kwijt te raken. Maar hij krijgt nu wel weer extra voorlax bijvoorbeeld. Die moet ik ze ook ophalen. Die voorlax die zorgt ervoor dat zijn ontlasting smeuïg is. En in Jordi's geval doet het eigenlijk niet veel. Dus hij heeft gewoon wat meer nodig om überhaupt dat te kunnen doen. Maar dat is allemaal voor volgende week. Dan ga ik volgende week allemaal met de chirurg bespreken. En wat we nou gaan doen. En ja, even zijn fruithapje afgeven en dan gaan we eventjes naar de apotheek en naar de winkel. Jordi, was gezellig hè, gisteren met je grote neef? Jordi, was gezellig gisteren met je grote neef? Onze buurvrouw is vandaag ook jarig en ik weet dat ze kijkt. Anne, van harte, ik hoop dat je een geweldige verjaardag hebt. Inmiddels zijn we weer thuis van de winkel. En Jordi is heel even nog aan het spelen. Ik ga zo een flesje maken. En hij is even dingen aan het uitzoeken. Ben je het doen? Ben je het doen? Ja, allemaal goed hè? Mama trots op jou. Ja. Kun je het allemaal vinden wat je zoekt? Hm? Hier hebben we nog balletjes.
hele mooie balletjes. Ja, balletjes. Ja, goed zo. Goed gedaan. Ja. Ja. Lukt het? Ben je nou weer klaar? Goed gedaan. Ja. Mama moet die band weer opblazen, zie ik. Nee. Nee, je gaat niet je eigen eruit tillen. Wat hebben wij gedaan samen, Jordi? Jordi wilde niet slapen. Dus ben ik maar eventjes met hem op bed gaan liggen. Grootste fout die ik ooit kan maken. Want ik viel zelf ook in slaap. Dus Jordi en mama hebben samen een paar uurtjes geslapen. En dat was helemaal niet de bedoeling, want ik had nog genoeg te doen. Uiteindelijk toch samen geslapen. En we werden eigenlijk vrijwel tegelijk wakker, volgens mij. Ja, ja. En mijn telefoon lag nog beneden. Dus ja, ik kon het ook niet vloggen dat hij wakker werd. Dat we samen wakker werden. Toen heb ik hem net maar gauw even soep gegeven, want anders werd het weer te laat. Dus ja, dat dus. Klappen zijn handjes, blij, blij, blij. Op jullie zijn bolletje, allebei. Handje in de hoogte en handje in de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Klappen zijn handjes, blij, blij, blij. Op jullie zijn bolletje, allebei. Handje in de hoogte, handje in de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Doe de Jordi shake. Doe het links, doe het rechts en nog een keer. Doe de Jordi shake. Doe het links, doe het rechts en nog een keer. Sorry, ik kan niet zingen. Weet ik. Hoeft niemand te zeggen. Ik kan het niet. Maar Jordi vindt het leuk, dus dan is prima. Ja! Ben je blij, baby? Klappen? Gaan we klappen? Klappen, klappen, klappen. Klappen! Goed zo! Klappen! Dat doet hij helemaal zelf, hè? Klappen! Goed gedaan! Jordi, krijg mama een kusje? Is ze lief van jou? Oh, is zo lief, is lief. Ja, is heel lief van jou. Wat? Deze? Doe je deze? Doe maar zo. Doe maar zo. Dus ligt Jordi nu eindelijk te slapen. Het is nu 10:09. Hij heeft tot 8:15 ongeveer bij mij gelegen. Hier op de bank. Want ik merkte gewoon dat hij gewoon niet de behoefte had om naar bed te gaan. Dus ja, om 7:45 ongeveer heb ik hem naar bed gebracht. Maar hij bleef maar wakker liggen. En om 9:00 had ik zoiets van, het is niet zo dat hij aan het huilen was of net wat, maar hè, hij heeft 3 kwartier lang gewoon wakker in zijn bedje gelegen.
En toen ben ik naar boven gegaan en toen heb ik hem eventjes bij mij gepakt. Hebben we even samen gelegen. En uiteindelijk is hij in slaap gevallen en ik heb hem net in zijn eigen bedje gelegd. Dus al met al, geen gehuil. Gisteren hebben we dat ook niet gehad. Gisteren hebben we een topavond gehad. Heeft hij gewoon lekker de hele avond doorgeslapen, weer voor het eerst. En ik hoop dat hij dat nu weer gaat doen. Hij is in ieder geval vrolijk gaan slapen, dus ik denk dat het daar ook wel mee, ja, dat het daar ook wel doet. Dus ja, maar hij had wel even mama Jordi tijd, echt knuffel tijd nodig. Ook nou hij in slaap viel, dat kon ik wel merken. Want hij heeft me doodgeknuffeld. Ik had mijn telefoon nog beneden liggen. Ik kon het niet filmen dus. En hij had gewoon echt zijn armen zo rond mijn nek. En net ook. Want we lagen zeg maar op bed. Ik lag op mijn zij. Hij lag op zijn zij. En lag met zijn armen om mijn nek. En met net in zijn bedje leggen ook. Moest ik gewoon echt die handen even. Ik weet dat je van me houdt. Maar nu moet je hem even loslaten. Dus ik hoop dat hij gewoon lekker gaat slapen. Eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan, toch? Nee, een beetje bankzaken en beleggingen. Ja, een beetje gewoon niks doen. En we gaan deze ups en downs weer afsluiten. Ja. Deze ga ik morgen even editen als jullie slaapt. En dan zien jullie die weer rond etenstijd. Hoop ik, denk ik, wil ik. Kijk wel even wat lukt. En dan tot de volgende. Tot de volgende ups en downs. Wij gaan lekker slapen. Welterusten. Welterusten.